Laat ze maar lachen. Is hij het sexy resultaat van horizontale liposuctie? Of heeft hij bij zijn geboorte klem gezeten? Als hij nou nog maar van oor tot oor kan lachen, hier is breed uitgemeten Ron Brandsteder. Dank u. Dank u. Nou, we gaan vanavond ook proberen om lekker te lachen met drie hele leuke gasten. En de eerste staat al klaar. En ik beloof dat ik niet over Ajax Feyenoord zal praten met hem. En daar staat hij al. De vraag is, wat voor vlees? Wat voor vlees hebben we in de Kuip? Hier zie je... Nee, kijk nou even. Het lijkt wel een oude kolibri. Nou, laten we gauw komen. Gerard Koks. Gerard. Wat voor de wereld. Hartelijk welkom. Ga lekker zitten. Ja, schokkende beelden gelijk. Ja. Je hebt het natuurlijk misschien zelf niet gezien. Gerard, hartelijk welkom. Blij je... te mogen verwelkomen. Ik weet dat je het meent, dus... Ja, ben je er al een beetje overheen? Nee. Het was een ongelofelijke wedstrijd. Wat een wedstrijd, hè? Nou. Oké, wij zijn niet voor dezelfde club, maar het komt. Ons wiegje heeft niet in dezelfde stad gestaan. Goddank niet, want het jouwe was een stijfselkissie. Toch? Jawel, maar ik lag tenminste overdekt. Maar goed, we zijn al een beetje bijgekomen. En Gerard, ja, je bent een man met vele gezichten. En je hebt alweer een hit. Je had al een hit met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nu dan weer die fantastische hit met Toen was geluk heel gewoon. Ja. En er komen elke week steeds meer fans bij. We zijn er hartstikke blij mee. Ik bedoel, je weet het wel. Van tijd tot tijd dan, is het ineens raak. En je werkt er allemaal hard aan. En het is leuk om het te maken. Maar dat er dan ook nog zoveel mensen naar kijken en het zo goed waarderen, dat is... We kunnen ons geluk niet op. Je zit midden in een opnameperiode. Ja. En het is, zoals gezegd, hard werken. Ja. Veel tekst uit je hoofd leren. Ja, nou, Sjoerd Plezier en ik die schrijven die teksten zelf. En die leggen we dus als het ware in ieders mond. Dus ook in die van ons. Dus ik vind dat leren nou niet zo'n probleem. Wordt het dan een stuk makkelijker? Vind ik een stuk makkelijker. Maar dat je nou zegt, ik kan het met één vinger in mijn neus doen... Nee, dat is ook weer niet het geval, hè? Maar dat kan niet. Dat kan met niks, hè? Nee, dat kan met niks. Kijk u maar. Jij bent en blijf een lieve vrouw. Zo. Birpie. Doe toch niet zo materialistisch, Simon. Word nou eens wakker. Je beste vriend raakt zijn vrouw. Nee. Ja. Ik kan me geen bal schelen. Ik kan me wel wat schelen. Vraagt hij nog een piek voor ook? Hou jij nou eens een keer je mond. Jij zit altijd alles te ver... Hou nou weer een keer je mond. Vraagt hij nog een piek voor ook? Hou jij nou eens een keer je mond. Ik zeg tegen hem, Simon, denk nou eens één keer na. Nee, ik weet niet wat ik zei tegen Simon. Op het toneel ben je juist overal. Nee, mevrouw Jacine, zit je zo midden in de Jordaan. En bij de mount. Bij de mount. Ja, het is een beetje out of time. Tuurlijk zou ze winnen. En was er dan allemaal krijg, man. Een heel jaar lang gratis wc-papier van de co-op. 150 liter bleekwater. Sorry. Ja, dat is een beetje heel veel. Nee, zo, wacht even. Ja. Dat komt ervan als je altijd televisie zit te kijken en nooit eens iets leest. Dan zou je weten dat ze al veel verder zijn. Sorry. Ik begin weer met haha, dames en heren. Dus vrouwen niet in het openbaar vegen, vrouwen niet in het openbaar vervoer en vrouwen al helemaal niet in de politiek. Daar zou je een politieke partij moeten voor oprichten. Sorry. Daar zou je een partij... Daar zou je een politieke partij voor moeten oprichten. Nou,
zou je een politieke partij voor moeten oprichten. De NPD. Nationale Partij voor Domoren. Of de... Ja, we zijn er weer. Leuk, hè? Het leuke is dat wat nu duidelijk wordt, dat je neemt het op met publiek erbij. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk werk je op twee fronten. Je werkt voor de kijkers thuis, ja, en voor het publiek in de zaal. Er zit een tribune met 300 mensen en die moeten het ook naar hun zin hebben. Ja. En vooral Joke en ik natuurlijk zijn dus van de kleinkunst, zeg maar, van het cabaret en van de revue. Dus wij proberen, ook als we ons vergissen, ja, proberen we toch even die mensen daarbij te betrekken. Dat zie je ook steeds weer gebeuren. We gaan gauw verder, want we hebben nog veel meer. Ik ben hartstikke benieuwd. We hebben beelden waarin dat duidelijk tot uiting komt. Dat met name wat je zegt, Joke en jij, ook aandacht geven aan het publiek wat zit te kijken. Nog meer dingen die niet helemaal gingen zoals gepland in Toen Was Geluk Heel Groot. U weet toch, dames en heren, u weet toch waarom ik van die wijde pijpen heb? Dat is omdat Nel van die grote handen heeft. Moet je Sjoerd zien. Ja, dat is ook opgenomen. Ja. Wat krijgen we nou? Strakjes gaan we het hele stuk voor het eerst doordansen. Voor het eerste kostuum. Maak een fout in de tekst. Maar even terug. Ik vind hem voor een 1 toch erg tekstvast, is wel. Weet je wat jouw probleem is, Nel Kooijman? Jij staat nooit eens achter mij. Ik zat altijd overal alleen voor. Kom maar even, Gerard. Je zal met die man getrouwd zijn. Ja? Je had je niet hoeven voorstellen, hoor. Ik had wel geroken. Ja, ja, ja. Come on, man. Dat was lachgas. Nu is het schrikkelijk. Nou weet ik waarom ik van Jan ben. Ja, heerlijk. Wij hebben straks toch hele vreemde beelden van vreemde praktijken. Ah, ja. Ja, dat je niet het idee hebt dat je voor niks gekomen bent. Nee, nee. En we hebben gelukkig nog meer bloopers uit Toen Was Geluk Heel Gewoon. Tot zo. Hartelijk welkom. Weer terug bij Laat Ze Maar Lachen. We zijn nog niet zo lang bezig, maar hier in het intieme Laat Ze Maar Lachen studiootje heeft al menig salvootje geklonken. En we hopen bij u thuis ook. En we praten met Gerard Cox. We kijken samen met Gerard naar beelden van vreemde praktijken. Ja. Dat deed je ook met Sjoerd Plezier. Dat ging vooraf aan Toen Was Geluk. Ja, dat was eerder dan Toen Was Geluk. Sjoerd, Joke uiteraard. Johnny Krijkamp junior. Johnny Krijkamp junior. Ja. Heel leuk. En je had weer een hele andere koep. Die slinger moet hoger, schat. Hoger. Nee, 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 toch maar iets lager. Nu de les, ja. Ik denk dat ik dat kan. Lekker eten bij de Hongaren en daarna naar een fijne nachtfilm. Nadat ik de Sinatra door de neus heb geboord, nou, dan zal ik toch wel met wat anders moeten komen. Ja, nou ja, Luus, muziek. Oh ja, dat is fantastisch. Ja. 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 Had hij nog geluk dat hij niet met Rita Corita moest spelen. Dan neem je toch voor één dag een andere, Henkie. Dan haal je s'avonds de poen op en heb je er geen stekker. Nee, we gaan loten. Dat is het allereerlijkste. Nee, wacht even. Dan gaan we een lucifertje trekken. Laat mij maar even begaan, dat is nog veel eerlijker. 1,5 en het korte eentje rijdt terug. De eerste is... Neem me niet kwalijk. De eerste is... Laat mij maar even begaan. Het korte... Daarom vergist ik me ook in de namen, omdat de heer Bertus de Vries mijn toga droeg. Goed,
de zaak Weijers. Een zaak die wij gewend zijn. Omdat de heer Weijers een respectabel lid van Lat de Mouw maar even zitten. Goede. Ja. Er moeten dierbare beelden voor je zijn. Ja, dat is alweer zo lang geleden. Hè? Ja. Het is het begin van waar we nu mee bezig zijn. Het is ook heel goed van de KRO dat ze ons toen bij elkaar hebben gelaten. Johnny ging wat anders doen, maar... En dat we daarin door zijn gegaan, we hebben daar heel veel van geleerd. Dat was trouwens ook een hele leuke serie, hoor, van Gadella en... Jack. Reumer, ja. Never change a winning team. Nee, dat is het mooiste. En als ze dat op kunnen brengen, dat ze zeggen, laten we dat nou bij elkaar laten... Ja. Hè, dan komt dat steeds verder. Dat komt helaas, Ron, weinig bij de televisie voor. Ja. Ja, onze volgende gast is een hele leuke jonge vrouw. En als ze... Ja, kijk, heb ik te veel gezegd? Let u op haar sprekende ogen. Die heeft ze van haar moeder. En die geprononceerde neus, die is van vaders kant. Zij is bijna elke dag op tv, Lucille Werner. Laten we het eens over jou hebben, Lucie. Nou. Je, op school al had je die drang om iets te gaan doen. Ja, ik wilde eigenlijk, ik wil wel zeggen, per se die showbiz in. Ik deed er ook echt alles voor. Ik schreef sollicitatiebrieven met de meest rare zinnen van... U moet mij zeker vragen voor een screentest, want ik heb een hele leuke strippende hypnotiseur. Een violen- en sinaasappelact. Nou, allemaal dingen schreef ik om maar op te vallen. Nou ja, en je werd natuurlijk eens een keertje gevraagd voor een screentest. En ja, dat was altijd wel een beetje ingewikkeld. Het was niet altijd makkelijk, maar ik deed er echt alles voor. Je bent in Eindhoven geboren. Ja. Daar zat je ook op school. Ja. En je begon op school al te schrijven naar die mensen met die brieven. Ja. En dan werd je gevraagd en dan moest je dat allemaal vertellen van die violenact. Ja, nou, dan moest je nog eens een keertje vertellen van inderdaad, van waarom heb je dat ooit geschreven. Maar het kwam zo in me op en ik riep dat maar zonder enig doel eigenlijk. Ik denk, nou, je moet toch opvallen, je moet toch wat raars doen. Op een gegeven moment werd je ook daadwerkelijk uitgenodigd door de NCRV voor een auditie. Ja, dat was mijn allereerste screentest. Een screentest? Ja. Daar was publiek bij? Was ook publiek bij, ja. Je werd als het ware gelijk voor de leeuwen geworpen. Ja. Wil je er nog even naar kijken met ons? Nou, één keertje dan nog. Wij wel, heel graag. Ja. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de NCRV. Vanavond hebben we weer een aantal boeiende programma's voor u in petto. We beginnen zo dadelijk met onze wekelijkse quiz. Wie weet wat, waar, waarin en waarom. En daarna om 19:30 staan onze panelleden weer klaar voor het spel. Daar zeg je zowat. 3 vrolijke panelleden en 1 presentator zijn er klaar voor. Hier is Esther Gast met Daar zeg je zowat. Ik neem afscheid van u. Wel te rusten en als u nog moet werken, een goede wacht. Ja. Een goede wacht. Dat is ook... Ja, heerlijk. Maar je hoort echt nog dat Brabants, hè? Dat afscheid. Dat, ik neem afscheid van u en zo. Ja, dat geeft ook niks. Nee, dat geeft niks. Ik heb nu ook nog wel een biertje soms, maar je probeert het wel af te leren. Maar het, ja. Nu dan, kijkt u naar de heerlijke bloopers van de Big E. Goedemorgen, dit is de Big Entertainment Club van vrijdag 19 maart. Je moet maar een beetje van uit je weg... buurt blijven, ja, want je bent heel erg verkouden. Ja. Komend weekend is het weer feest in Hollywood en dan worden de belangrijkste filmprijzen van het jaar uitgereikt. Ja, dus voordat ik straks... Ja, dat is zo. Dat is zo. Die worden uitgereikt. Ja, Michael. Waar is Michael? Michael is er vandaag niet. Hij is ziek, maar vanaf deze plek wil ik hem natuurlijk van harte beterschap noemen. Van harte beterschap noemen. Morgen dan zijn we er weer en dan aandacht voor de fototentoonstelling. Foto en... Zal ik je helpen? Ik heb echt een spraakgebrek vandaag. En zodra de artiesten hier over de rode lopen naar binnen zullen gaan, dan... wat doe je dan? Het stuk hier heet Gek van Liefde, hè? Over aftrekken, of sorry, aantrekken en afstoten. De eerste film is Gummo. Het speelt zich af in het plaatsje Xenia, Ohio. 20 jaar geleden werd een
Fuck! 20 jaar geleden verwoestte een orkaan het dorp. De honden werden in de telefoonpalen gewaaid. Een jaar geleden stond heel de wereld. Een jaar geleden zat heel de. Ja. Een jaar geleden. Dat is een film met Bruce Willis. Ik val van de grappen. Er zit helemaal geen Bruce Willis in. Wacht even hoor, sorry. Whitney Houston. Wacht even hoor. Whitney Houston is binnen. Oh, wacht. Ja? Nou, Whitney. Whitney Houston is binnen. Nou, oké. Okay. Ja, ik ga gewoon door. Voor liefhebbers van idiote dialogen en bizarre karakters is Gummo een weergeloze reis naar de onderbuik van Amerika. Een wereld waar arm voor. Oh, Jongen, het is altijd leuk hoor, carnaval, maar in het begin was het zo vermoeiend. Je pak moet je aan. En als je nou moet plassen, wat dan? Dan moet de hele pak weer uittrekken. Moet je niet aan denken. Voor liefhebbers van bizarre dialogen en idiote karakters stop, is. Man. Oh. Ja, dat is waar. Tja. Je wordt maar voor de leven gegooid. Nou, je gaat er maar op uit. En je komt, en dat is wel het leuke van jouw werk, je komt steeds in andere werelden. Zo kwam je ook in de wereld van het betere boek. Kijk, ik werd een keer inderdaad naar een veiling gestuurd. Toen werd het boek De Avonden, of manuscript, werd geveild. En mijn eindredacteur stuurde mij daar naartoe en ik dacht, daar heb ik dus niks mee. Ik ken het boek, maar wat doe ik op een boekenveiling? Dat is nou niet wat bij mij past. Dus ik dacht, ik weet ook begot niet wat ik de vriend van Gerard Reve überhaupt moet vragen. Die was dus daar. Die was inderdaad op die boekenveiling, want hij velde dus dat manuscript. En ik kwam daar in aanraking met een boekhandelaar uit Groningen. Dus ik begon een beetje aan die man te vragen van, god, waarom bent u hier nou? Wat zal ik die man nou toch vragen? Nou, zegt hij tegen mij, je moet maar eens vragen of deze manuscripten wel echt zijn. Want het schijnt dat deze manuscripten helemaal niet echt zijn. Dus ik dacht, wat? Sorry. Dus ik denk, nou, dat is interessant. Dus ik heb nu mijn verhaal. Het zijn gewoon valse manuscripten. Dus ik denk, en dat ga ik hem vragen, dacht ik. Ja, en dat had je misschien beter niet kunnen doen. Het is zelfs ongebruikelijk dat het Letterkundig Museum een manuscript verwerft van een levende schrijver. Dat is bij een tegen betaling, hè. Gratis vinden ze het alles geweldig, maar tegen betaling, dat is, ja, heel anders. Dat is heel anders. Er gaan geruchten rond dat er nog meer manuscripten zijn. Hoe weet ik dat dit het originele manuscript is? Het is zo vals als de pest natuurlijk, dat begrijp je wel. U kent mij toch? Maar dit gerucht gaat wel, hè? Ja, maar het is een heel terecht gerucht, want het is ook vals. Waarom is de heer Reve zelf niet aanwezig? Omdat de poezen waren een beetje katterig. Is het, bent u tevreden met het bedrag wat het heeft opgeleverd? Wat vindt u? Ja. Vraag het aan u. Ik vraag het aan u. Bent u tevreden? Ik weet het, ik heb er geen verstand van. Oh, waarom ben je dan met mij in gesprek als u... Nee, maar ik vraag aan u of u gewoon tevreden bent met het bedrag. Buitengewoon infame journalisten die gewoon op moeten rotten. Want u wordt er gewoon heel erg ziek van die vragen van u. Dat is echt beneden alle allooi wat je je voor kan stellen. Dus oppleuren. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat zou je maar gezegd hebben. Ja. Ik geloof... Een van mijn eerste interviews was het, geloof ik. Nee, maar ik vond dat heel... Ja, ik deed echt in mijn broek. Je deed toch je best? Ik deed mijn best. Ik dacht dat ik mijn verhaal had, maar... Het is een dun vernisje vaak, hè? Vaak ook in dat soort werelden. Nee, dan lekker met Frans Bauer op stap. Oh, ja. Ja, Frans, mijn grote vriend Frans. Nou, ik had een leuke item bedacht in de Big Entertainment Club. Dat was namelijk met de limousine... Of met een bekende Nederlander in de limousine. Ja. En die noemde ik dan de Limo Seal. Wij gingen dus met Frans een ronde Noord-Nederland maken. Want we gingen aan Lee Towers, Harney, Marianne Weber... allemaal platina platen uitreiken. Dat deden we dus met de limousine. Maar Frans die krijgt op een gegeven moment zo'n ongelofelijke honger. En die zegt, laten we nou eens een hamburger gaan eten. Ja. Ik zeg, ja, maar Frans, die auto past die wel door zo'n drive-in? Hij zegt, dat moet toch lukken? Ik zeg, nou weet je wat, Frans, we wagen het erop. Dus ja, en dat ging natuurlijk een beetje mis. Ja, gelukkig was er een camera bij. Ja, we hadden een camera bij. Ja. Wat een ding, hè?
Ik wil graag een cheeseburger en een kleine friet met 2 mayo. En... en ik wil graag een salade. Het duurt van een uurtje. Gaat het allemaal goed, mannen? Anders lopen we wel eventjes. We zitten vast. Hoi, Lucille, het gaat helemaal fout. Lucille! Ja! En ik zit daar veilig. Ja. Lijkt bananensplit wel. Let op, nu gaat hij er tegenaan. Let op. Hij knalt eronder tegenaan. Ja. 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 En toen wilde die daar... Ja, en die auto die werd vies en die beschadigde. En toen wilde de Francis nog naar de wasseretten. Maar dat hebben we maar niet meer gedaan. Nee, maar niet meer gedaan. Dat zou niet meer lukken, denk ik. Maar dat was wel erg gezellig. Eén schone auto halen, 2 keer betalen. Dank je voor deze beelden. We zijn er bijzonder blij mee, Lucille. Dan onze derde gast. En u ziet gelijk al, dit is een hoofd met een lach en een traan. Je ziet al dat hij een exponent is van 2 werelden. Dat hij vreugde heeft meegemaakt. En ook wat mindere dagen. Dames en heren, Johnny Crackham. Hartelijk welkom. Ja. We hadden jou daar gedacht, John. Ja. Daar kom je mooi in uit, naast Lucille. Is het water? Dat is water. Spraakwater. Als het wijn is, word ik wakker in de Warmoestraat. Dus dan moet je... John. Dat ben ik. We hebben jou genomen omdat jij misschien voor ons allemaal... het meeste heb meegemaakt. Nou. Op de bühne, naast de bühne, voor de camera, achter de camera. En je hebt een unieke carrière gemaakt. Want op een gegeven moment switchte jij van de lach naar het serieuze werk. En... In één klap. Werd er ook gelachen bij het serieuze toneel? Jawel, overal wordt gelachen. Maar niet zoals natuurlijk in de variété. Kijk... Ja, de oude figuren van mijn generatie, daar zijn er veel van weg. De rijpere jongens. De rijpere jongens, ja. Wat je... Wat zal niet van me vertellen, dat is helemaal niet waar, hoor. Nee, dat geloof ik. Wat je ook wel eens hoort, is dat de mensen zeggen... Ja, vroeger was er meer tijd voor een dolletje... Ja, en een van de mensen waar ik het meeste mee gelachen heb in mijn leven... is toch Rijk de Gooier. Toch Rijk, ja. Hoe je het draait, draai je het. Ik kon verschrikkelijk met die man. Die man had bijvoorbeeld... Mag ik wel wat vertellen? Je mag alles hier bij ons. Alles. Rijk, bijna alles. Rijk had een... Hoort u mij? Hallo? Hoort u mij? Ja. Rijk had een uitkleednummer. Dus dan kwam hij met een regenjas hier op. En hij was een hele verlegen man. En hij was aan het strand... Maar hij had van tevoren zijn badpak aangetrokken... want dat dorst hij niet aan te trekken waar andere mensen bij waren. Dus dat had hij van tevoren aan. Dus al zijn kleren over het badpak. En dan ontkleedde hij zich... Dat was een heel leuk nummer. Ontkleedde hij zich onder die regenjas. Die liet hij dicht. Maar hij moest natuurlijk s'avonds van tevoren dat badpak aantrekken. Prepareren. Ja, nou, die moest hij aantrekken. Maar daar hing ik dan mijn jas overheen in de kleedkamer, over dat badpak. En dan vertelde ik iets heel ergs. Ik was van de week was ik verschrikkelijk, zat ik daar. En dan was hij, ondertussen was hij zich aan het aankleden. Om af te leiden. Maar dan vergat hij het badpak. En dan was hij, voor het publiek was hij bezig zo, hè. Trok hij zich uit. En dan op een gegeven moment moest hij die jas uitdoen. En dan stond hij naakt, dat voelde hij. Hij voelde natuurlijk die ruwe
regia's over dat. Ja, ja, John, het is duidelijk. Nee, je duidelijk, hè? Het is helemaal duidelijk. En dan riep hij naar de zijkant: blackout. Blackout, dat betekent licht uit. En daar stond ik. En toch hielden we van elkaar. Ja. We hebben straks uiteraard beelden van jou en Rijk. We hebben ook bloepers en missers uit het zonnetje. Huh? En jij bent al jaren het zonnetje, het rijpere zonnetje bij ons in huis bij RTL 4. Maar we wilden eerst nog even teruggaan met jou en met ons allemaal naar die andere serie, Laat Maar Zitten. Die begon in 1988, ook nog in het seizoen 89-90. En dat deed je met Pieter Lutz, met Haaien van der Heijden, de schrijver, toen nog in beeld. Wie zat? Rudy Valkenhagen, yeah. Nelly Vrijda. En het was een heerlijk clubje bij ja, elkaar. Ja, het was een leuke kluit. Niet alles ging meteen goed. Kijk maar. Je kan hier zelf thermogenisch wassen worden. Je kan hier zelf thermogenisch wassen. Gaan we door, jongens. Sorry, dan nu apart. Denk wat ernstig. Even naast. Even naast. Denk waar gekookte schelfjes. Denk waar gekookte schelfjes. Denk ik aan. Nou, ik nu. Je kan hier zelf terminologisch. Ik vind het leuk als ik zo iemand laat hebben. Nee, ik probeer u duidelijk te maken dat ik niet onbekend met gevaar ben. Ik heb nog gediend op Java. Als koerier. Oh ja? Ja, Saya Suka dan niet maar is. Dat is niet te doen. Ook. Dat is niet te doen. Ook. Ik heb nog gediend op Java. Als koerier. Daar zit een vogeltje op mijn beeld. Ja, goed gezien, broer. Braaf. Tof. Laat hem dan alsjeblieft even tot rust komen, broes. Straks geeft dat beest mijn hele beeld onder, man. Dat gebeurt altijd met kunstwerken. Rembrandt zit onder de vogelenpoepen. Even niet tegen zijn net om hem mee te vangen, Faber. En luister hoor, zie je. Misschien kunnen we... En sorry. Ben jij een Arnhems meisje? Die had hetzelfde. Nee, sorry John, maar ik kijk gewoon... Die ging ook drinken. Maar die wilde drinken en doorrollen. Dus dat had ik niet. En dan kijk ik zijn weg tegen Ali. Die zei dat ze de week. En daar heb ik de haar nog voor gewaarschuwd, want ze liep in de Kinkerstraat. Maar toen zei ik... Ja. Oké. Je hebt het erin genomen, hè? Weer een bloeper. Ja, ik heb vanavond een mooi stelletje bij elkaar in Laat Ze Maar Lachen. Ik heb Gerard, ik heb John, twee van de hoofdrolspelers uit de meest succesvolle comedies. Ik heb ook Feyenoord en Ajax in huis. En daartussenin zit heel mooi beeldschoon uit Eindhoven PSV. Lucille Bergers. Nou, nou. We hebben straks nog een heleboel leuke beelden, dus blijf alsjeblieft bij ons. Tot zo. Welkom terug bij Laat Ze Maar Lachen. Fijn dat u er weer bent, want we zijn nog lang niet uitgelachen met Johnny Kraaikamp, Lucille Werner en Gerard Cox. Johnny staat nu eventjes als feestvarken in het middelpunt. En we hebben al gesproken over jouw unieke relatie met Rijk de Gooier. Ja. He? Je kan zeggen, je hebt Peke Kloppenburg. Je hebt Kanus en Vergunnik. Vergeenteloos. Ja. Van de Ende en de Mol. Ja. Maar we hadden ook Johnny en Rijk. Ja. Waarin de rolverdeling klassiek was. Jij was de clown, de slemiel. Rijk was de straight man.
Maar Rijk bleef niet altijd streed. Nee. En daar deed jij ook van alles aan. Daar had je plezier in. Ja. Als je Rijk aan het lachen... Ja. Ik jende hem. Je jende hem? Ik jende hem. Ja. Daar hebben wij beelden van. En daarin zie je dat John niet alleen zijn best doet voor het publiek... maar ook zijn best doet om Rijk lekker te jennen. Daar komt hij. Ik ben niet in beeld. Maar ze kunnen je toch wel horen, wat maakt het dan? Maar ik moet toch in beeld, weet je wat de mensen nou thuis zeggen? De mensen betalen kijken. Wat zeggen de mensen? Ik zie de bekken trekken niet. Dat zeg ik wel wanneer je een gekke bek trekt. Mensen missen de bekken trekken, ik kom er nog ineens bovenuit. Dames en heren, Johnny Krijkamp trekt nu een gekke bek. Ik was helemaal nog niet begonnen met hè. Oké, mag die kamer iets achteruit? Mag de kamer iets achteruit? Juist. Ben je tevreden? Ja, nou ben ik content. Nou ben ik content, manneke. Mag ik verder gaan? Wel, manneke, ga doorheen. Dames en heren, Robert Kaas heeft dus het leuk idee gehad om op Watermelon Man een dans te choreograferen. Het is eigenlijk een crosstalk. Dat wil ik weer uitbeelden. Ik zit er weer niet in. Ik vind het echt... Wat zit je nou te zeuren? Mag die camera nu achteruit weer? Want hij is weer niet in beeld. Ja, maar ik wil er zo niks aan. Ik wil een andere kruk. Ik zit lager dan jij. Er zijn geen andere krukken. Wat zeg je me nou? Er zijn geen andere krukken. Nou, ze hebben de NTS en krukken genoeg. Kom op. Oké, Wim. Wim, hij heeft een andere kruk. Oké, Wim. Hij is niet tevreden. Nee, natuurlijk ben ik maar met zo'n rood krukje. Kom nou, dat is een oude. Ga nou. Dat is van die boer, dat is een oude weekruk. Kom nou. Blessie, Wim. Dankjewel. Caldolino, ben je nu tevreden? Oh. Aha, maar dat is een difference. Ja. Maar dat is een mooie difference. Nou. Dat is een difference. Ons ballet gaat dus nu een dans. Ons ballet. Dan ben ik weer uit het bij. Heerlijk. Ja. En nu, John, ben je het zonnetje in huis. Ja. En al jaren bij RTL 4, of vier jaar bij RTL 4. Het is begonnen bij de VARA in het seizoen 94-95. Ja. Dat doe je met Martine Bijl en met je zoon. Ja. Is dat een plezier om met je zoon te werken? Voor een vader, bedoel ik. Ja, als je de verkeerde vader bent, natuurlijk niet. Nee. Maar als je een goede vader bent, ik hou van die jongens, Siel speelt. Dus ja, dan is het... Als jij dan later met je zoon komt te spelen, dat is toch een feest? Ja, lijkt mij wel, ja. En hij kan tegen mij komen. Dat is de enige acteur die naar mij toe kan iemand niet zo zeik houden. Ja. Ja, dat is mooi. Dat is de enige. Wat een ander misschien dat niet zou durven. Dat zeggen ze niet. Ja. Maar Johnny zegt, je moet niet zeuren. Je zit een beetje te zeiken nou. Je wordt oud. Ja? Zo, dan krijg ik hem. Ja, maar heb je gelijk, want dan ben ik een beetje te zeuren. Er wordt inderdaad een hoop afgezeken daar. Ja, verschrikkelijk. Maar er wordt ook een hele hoop gelachen. Ach, verschrikkelijk. Wij hebben de allernieuwste bloopers. Kijk maar. Hé, hey. Dag Driekes. Oeja, boja, oeja. Weet je met wie je spreekt? Oh, je wist het. Ja, nou, ik zit in een rij om de stoel. En als je dan toch over een blooper praat, dan is dit wel een blooper. Kijk eens wat ik heb. Vier, drie. O jee. Wat? Ja, als jij wilt praten, dan ben je... Nou ja, het is goed met je. Dan ben je of met de grote neger er vandoor. Dan ben jij wel het enige reclamebureau in Kudelstaart. Je doet het voor mijn carrière. Nou. De buurvrouw. Blijf. Oh, de nieuwe bovenbuur. Ja, ze was geweldig hoor. Ja? Ja. Ja. Wat zijn er met die nieuwe bovenburen dan? Moet ik dat net zeggen? Ja, dat moet je zeggen van die vader. Die oh ja, 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 ja. Want waar er twee zijn, dan krijg je dat. Ja. Inderdaad.
Praten is de volgende. Ja. Je zegt toch altijd 5-4? Ja, dat is een goed idee. Druk dat elke keer. Want anders mocht u niet mee naar de jaarlijkse rondleiding in de bierbrouwerij. Wat ben jij toch ook een oud... En dan weet ik het niet meer. Bemoei ziek mannetje. Wat ben jij toch een... Ja, precies. Ik ben heel blij dat je gekomen bent. Ik heb zo lang naar je gezocht. Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb iets voor je meegenomen. Kijk, je geniet. Het is een... Oude Piet. Wat voor mannen ben ik even niet meer onder de teen. Ik hou van je. Wat? Ik hou van jou. Van mij? Nee, van mijn dochter. Je hebt helemaal geen dochter. Zag het fenomeen oude kraai, en dat zeggen wij altijd met veel respect, oude kraai. Ja, dat zeggen we. Mogen wij zeggen, met veel liefde. De tijd gaat razendsnel als je lekker zit te lachen. We zijn al toe aan de laatste rubriek, wie het laatst lacht, lacht het best. Ja, en dat betekent dat jullie met iets komen wat je hebt meegenomen voor deze uitzending. En ik vraag als eerst aan jou, John, wat heb je qua videootje bij je? Nou, ik heb echt een verrassing voor je wat je niet weet. Je hebt geacteerd. En nee, zweertje. En dat heeft hij heel goed gedaan. Oh, ja? Dat weet je niet meer. Ja. Hoi. Heeft hij echt heel goed... Weet je dat je met mij in het zijn hebt? Ja. Weet je dat nog? Ja. Toen moest je acteren dat je een... Ik mocht niks kopen. Enfin, ik zal het je even laten zien. Want jij eens even kijken hoe je dat doet. Ga jij vandaag heel rechtop naar huis. Speel hem even mee, John de Haas. Geweldig. Goedemorgen, mevrouwtje. Ik heb u voor u een fantastisch aanstekertje. Het is misschien leuk om aan uw man te geven. Het is een geweldig aanstekertje. Hij doet het altijd en overal. Een hele leuke, heldere vlam. En u kunt hem overal insteken. Ja, ik dat vind ik wel handig. Nee! Niet kopen! Ik ben een mevrouw. Ik weet niet, ik ben een dame. Alsjeblieft. Sorry. Nee! Niet profiteren. Tweede poging, John. Oké. Het moet lukken. Krimmel, krabbel, kruis, je klopt een muisje. Goedemorgen, mevrouwtje. Ik heb voor u een notitieboekje. Het is niet een gewoon notitieboekje. Nee, kijk u eens even hier. Ik schrijf er even op. Donderop. Kijk eens. Hier. Het is allemaal leeg. Er staat niks op. Klopt u nou toch even dat notitieboekje? Donderop. Klopt dat toch een notitieboekje? Ik heb de hele week niks gekocht. Hoe heet het? Oké, dan vragen. Nee! Je moet niet kopen. Daar gaat het nou om. Ik ben nog steeds een dame. Gelukkig, wellusteling. Dit is nu echt de laatste keer. We gaan het nog een keer proberen. Oké, en nou lukt het. Het lukt, ik weet het zeker. Oké. Kribbelkrabbelkaas, klop aan mijn huis. Hallo, jongeman. Goedemorgen, meneer. Ik heb voor u een fantastisch slotje. Het is een universeel slotje. Niks nodig. Het past overal op. Nee, nee, ik heb geen slot nodig. Mijn moeder, mijn schoonmoeder heeft geen... Kom, niemand heeft een slot. Mijn zus heeft niet. Oh, die vuile geluipen. Hij heeft zijn voet tussen de deur. Ik ken u van de televisie. Man erop! Ik ken u van de televisie. Ik zou de politie. Ja, ik kan me niet schelen dat je me van de televisie kent. Ik vind u op televisie veel leuker. Kom er tussen de deur vandaan. Komt u nou een slotje. Ik heb een vrouw en 5 kinderen. Dan moet je haar een slotje verkopen. Zij heeft het harder nodig dan ik. Nou, heerlijk. Heb je het toch goed gedaan, hè? Ik koester deze momenten. Ja, dankjewel, Kraai. Ik ben trots op je. Dat is een cadeautje wat je meegenomen hebt. Ja. En het was een cadeautje dat je hier was. Ja. Dat sowieso. En blijf nog lang het zonnetje bij ons in huis. Dank je. Heel graag. Lucille. Ja. Vertel. Nou, ik heb ook iets meegenomen. Natuurlijk een beetje gelinkt weer aan het programma, aan Showtime. We spreken zo ontzettend veel artiesten. En af en toe dan heb je ook wel eens een aankeiler voor je programma nodig.
Dus zochten wij Jan Veen op. Want Jan Veen die zou naar Amerika toe gaan, naar Bill Clinton. Die zou daar piano gaan spelen. De pianist Jan Veen. Ja, we kennen hem. En we hadden aan hem gevraagd van... Jan, zeg even in de camera dat je dan en dan te zien bent... bij Showtime destijds nog. Promotie, inderdaad. Ja, heel belangrijk. Ja, dat heb je inderdaad af en toe eens nodig van... Jan, kom op, zeg een paar keer in de camera dat je dan en dan te zien bent in Showtime. Nou, piano spelen gaat hem natuurlijk perfect af. Maar hier gaat hij toch een beetje moeite mee. En dat heb ik meegenomen. Dankjewel. Kijk ze vooral volgende week zondag naar Showtime. Want dan is in... Godverdomme, ik zou dat niet kunnen, dat werk. Kijkt u aanstaande zondag naar Showtime, want daarin ziet u een verslag van mijn bezoek aan de Verenigde Staten. En een bezoek en een concert. Even over hier. Ja. Kijkt u volgende week zondag naar... Nee. Kijkt u aanstaande zondag naar Showtime, want dan ziet u een verslag van mijn... Ja. Kijkt u aanstaande zondag naar Showtime, want dan ziet u... Ja, dat is ook heel... Ja. Dat haar ook, hè? Oh, dat is iedere keer verkeerd, hoor. Ja. Ah, prachtig. Ja, sorry Jan. Geef hem. Ah. Ja. Hij kan het zich permitteren. Ja, zeker. Want met zijn andere talenten, daar lacht hij ons allemaal uit. Ja, hè? Absoluut. En hij lacht met zijn haar, lacht hij John ook uit. Ja. Ja, maar ik maak het hier altijd weg, omdat het zo klit. Ja. Ja. Gerard. Eigen haar is goud waard. Ja, Ron, we zitten hier natuurlijk in het mekka van de televisie, Aalsmeer. Ja. En nu had ik het genoegen om in 1990 te zitten in een showbiz quiz. Heb je daar wel eens van gehoord? Dat was een programma in de tijd met een hele lange... Ja, dat was goed, maar dat was presentator. Ik weet niet of zijn naam is. Honeymoon quiz. Showbiz quiz. Oh, de honeymoon quiz. Neem me niet kwalijk. Honeymoon quiz. Niet erg. En toen, als je nou terugkijkt, dan zie je dat dat heel erg tegenvalt. Want... een behoorlijke onderbroek voor een van de dansers was erbij ingeschoten. Dat scheen dus niet te kunnen. Die aankleding was geweldig en toch was er op een cruciaal moment was er iets zichtbaar... waarvan we allemaal dachten, nu moeten we het toch maar een keertje overdoen. Kunnen we dat vertonen? Ik denk het wel. Oké. Die tijd dat je knokte voor een vrouw... ze lonkte en lokte, ging zo gauw... Die tijd is knokte voor een vrouw... ze lonkte en lokte, ging zo gauw... Die tijd is voorbij... Ja, dat is een zie je recht in zijn kruis. Ja, dat is nou weer opgevallen, maar het hele klokkenhouder stel schijnt uit hangen. Nou, weet ik niet. What's wrong? Well, does Guus want to see his crutch? I mean, you saw everything. You know, de hele klokken hemel. Yes. The loo, the sock, and alles. Je zag de hele klokken hemel. Right. Okay. That was good. Okay. Once more. Voor de klokken hemel van Guus. Schitterend. Wow. Ja, het zijn de kleine dingen die het doen. En toen kwam de man met de hamer, de klokkenmaker. Jullie bijzonder hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid. En ik heb ze voor jullie, de beelden die jullie dierbaar zijn... op video hebben we ze voor jullie allemaal achter elkaar gezet. Nu al. Dus niet in de handel. Er zijn brieven over geschreven. Dit is een persoonlijk klein cadeautje. U kunt alle beelden zien... Wij laten ze maar lachen. Bedankt voor het kijken. Bye bye.